Woorden. Het zijn maar woorden, hoor je vaak. Maar iedere oorlog begint allereerst met woorden. De oorlog in het voormalig Joegoslavië begon 30 jaar geleden ook met woorden. En de droom van nationalisten om de Serviërs aan weerszijden van deze rivier de Drina, Servië links en Bosnië rechts, te verenigen. Die droom van een onafhankelijke Servische republiek, gezuiverd van moslims, eindigde in de genocide onder leiding van generaal Ratko Mladic, die wegens zijn oorlogsmisdaden tot levenslang werd veroordeeld in Den Haag. En toch klinken nu die woorden weer uit de mond van een andere Servische nationalist, Milorad Dodik, de juist herkozen premier van de Republika Srpska. Ja, vjerujem. Ja vjerujem ideal samostalne i nezavisne Republike Srpske. Ja vjerujem u to zato što je nemoguće graditi konsistenciju i život u Bosni i Hercegovini sa ljudima koji žele da vam ukinu slobodu i republiku. Ne mogu nam zabranjivati ovaj narod, ne smije nikada da se odrekne svojih velikana koji su svoj život, komoditet svoga života založili za Republiku Srpsku. A danas u svjetskim kazamatima. Who's there? Komandant. Mladić, jel? Ratni heroj. Uvijek su nas napadali. Uvijek. I sad hoće treći put da nam gospodare. Šta ja mislim? Pa mislim da mu baš na tom zidu nije mjesto, možda neko drugo. Aha. Da, baš na tom možda ne, ali na nekom drugom, nekom možda ljepšem mjestu. Ne ovdje gdje je apoteka. Ja. Pošto onako apoteka ima neki drugi smisao, ne taj, za taj mural. Nou, welkom in Bosnië. We zijn in de Republika Srpska, dat is het Servische deel van Bosnië, waar je dit soort muurtekeningen tegenkomt. En als je de mensen hier op straat mag geloven, is het nog niet groot genoeg. Hier wordt hij op handen gedragen en dat niet alleen. De premier van de Republika Srpska praat nu alweer over afscheiding van het Servische deel van Bosnië, samengaan met Servië, één groot Servië. En dat is eigenlijk de taal die je voor de oorlog in Bosnië hier ook altijd hoorde. En ik wil heel graag weten wat dat doet met de mensen die vandaag nog steeds leven met de gevolgen van die oorlog. Hoe bouw je aan een toekomst van een land dat gevangen zit in het verleden? De herfstige heuvels van het oosten van Bosnië zijn zo doorweekt met verhalen van oorlog dat het me moeite kost om de schoonheid te zien en naar voren te kijken. De huizen zijn misschien gerepareerd, de muren opnieuw gepleisterd en geschilderd, maar een oorlog verdwijnt nooit helemaal uit het landschap. Zelfs niet voor een generatie die jaren later is geboren en zich er zelf niets van herinnert. Srebrenica thuis, altijd lastig. Het is zondagsvoetbal hier. Maar als ik even tel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en de keeper, hebben ze volgens mij te weinig spelers voor het elftal. Dobro, ajmo. E to, tako možete da istice, ajmo.
Dobar dan. Dobar dan. Kako si? Stvarnja. Bram, bram. Laza. Odmah uzmeš dečka do sebe tu. Do sebe prvoga uzmaš. Tako. Zatvaraš. Nikola, smo rekli, nema priča, nema s drugim, uzmeš igrača slobodno, vidiš? Odmah, evo što ti je, gledaj, Nikola je mali tamo, gdje ti je ošava senca? Bravo, golman, odlično, odlično. Golman je drugi put stao onako. Ali dobro je se uzimo kako, ovaj... Dobro je, bravo, bravo, vidiš, odlično, odlično, dobro je. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 plus the goalkeeper. Nemam dobro igrača. Dobro ste shvatili, da, da. Ne možda ga nađeš. Pa smo ovaj, igrat ćemo s 10 koliko možemo, ovaj tvrst smo primili gol. So do you feel as a coach that the youth are leaving this place? Tek smo krenuli, kažem, a morali smo krenemo zašto imali ekipu, onda problem mi u skelanima, nema mnogo djece. Miloš, iza leđa ti Miloš, čovjek stoji tamo, vidiš djece. Pa uzimaš bliže do gola, vidiš, ode on sad. So how does it feel for you to be playing in Srebrenica with everything that happened here? To ne postoji za nas. Samo sport postoji i ništa više. Sport is sport. Političari to malo. A inače sportisti pravi to ne postoji za nas. Znači mi smo kao jedan igramo bratski sve maltene. Golmane staviš na 6, pa isputavanje. Ajmo. Optreding. Ik kan niet naar deze heuvels kijken zonder te denken natuurlijk aan die beelden die we eindeloos op televisie hebben gezien. Over 8000 mannen die over deze heuvels richting de dood zijn gemarcheerd. Maar ja, als je het aan de coach vraagt, dan zegt hij, dat is allemaal politiek. Wij zijn gewoon aan het sporten. En over het verleden, daar hebben we het nou niet meer over. Leef gaat door. Het thuisteam verloor het afgelopen seizoen alle wedstrijden. Behalve één, toen de tegenstander niet kwam opdagen. Toch 3 punten. De jongeren van Srebrenica weten niet hoe snel ze hier weg moeten komen. Op de vlucht voor de stilstand en het verleden. Maar toch zijn veel van de overlevenden juist teruggekeerd naar deze grond. Sadik Selimović verloor in 1995 3 van zijn broers, zijn vader, zijn opa, zijn schoonvader, zijn oom en 4 neven in deze heuvels. Sindsdien zoekt hij nog elke dag naar de overblijfselen van andere dorpsgenoten die hier 27 jaar geleden verdwenen. So do you still see the beauty or you only see the past? Maar nee, hoor, dat we niet samen sport. Ono ima svoju ljepotu, prirodu i sve to, međutim, to je, vidite ovaj put, on vodi gori ka toj bukvi gdje je bila prva zasjeda i gdje su više, najviše ljudi izginulo. Vodimo se izjavom svjedoka da su tijela iz kamiona iskipane i da je na njih samo nagrnuto Srebrenica. Jednu masovnu grobnicu žrtava Srebrenice 95. iz genocida. Negdje oko 20 ljudi. Ovo je klasičan primjer pretrage tereda u potrazi za masovnu grobnicu. Kun je nagaan, het is nu 30 jaar sinds het begin van de oorlog in het voormalige Joegoslavië. 27 jaar sinds het tekenen van de vredesakkoorden. En nog zijn ze hier in Bosnië aan het zoeken naar slachtoffers van die oorlog die hier mogelijk begraven liggen. Wat dat betreft is Bosnië natuurlijk ook wel een les voor Oekraïne. Want hier kun je zien hoe lang mensen nog bezig zijn met de gevolgen van een oorlog.
Het waren deze heuvels waar in 1995 duizenden mannen uit Srebrenica naartoe vluchtten, opgejaagd door het Bosnisch-Servische leger van generaal Ratko Mladic. Velen zochten hulp in de batterijfabriek die onder toezicht stond van Nederlandse VN-soldaten, Dutchbat. To velika trešnja, će reći evo Igor. Jer znam da je to negdje nije ovdje. A ima koliko ćeš trešanja? Ja mislim da je ovdje. Evo mi ulovu stavili. Dobro, dobro. Odlično što je stavio. To je kičma. Evo ovdje je bio neki dokumenat, sad da li će oni moći? Ja, no, malo je ostalo, vidi se. Je li više na ovo je pripadnost armiji ili nešto, ja. Neka kao takva potvrda i to. Aj, ti znaš proceduru našu, mi ćemo sad ići prema tužilaštvu i sudu za izdavanje naredbi. We were 27 years after the genocide and you're still finding people who have not been identified. Da, da. Da, još se pronalazi, pronalazit će se još. Jer ovo je, ja sam vam pričao da je ovo regija koja kojom je se kretala ta kolona. Ovi je lovili kao zvijeri, eto to je to. Ali u svakom slučaju, s obzirom da je DNK napredovala, mi ćemo dobiti ime i prezime čovjeka koji je ubije. I to je velika stvar za porodicu posle 30 godina, posle 27 godina. In 95 you were here in these hills. Ja sam imao 7 godina. Smo bili na polju, mi nismo mogli ući u bazu. Jer nije dozvoljeno da se uđe u bazu, mi smo bili na polju vamo. To je... Ali eto, opet hvala dragom Bogu, pa smo izašli živi. Jer su opet matere ono vezale marame muškoj djeci da izgledaju kao žensko. Da bi mogli proći. Tako mi je mati namotala tu šaram, maramo i da sam tako i prešao. Braćo i sestre, pomoć Bog. Hoćete da poručite svakome da smo ovde okupljeni, da poručimo Darko Mladić, sin Ratko. I da im kažemo da je Republika Srpska, ako jeste mala, ali je velika po obimu kako je volimo i kako želimo njenu sreću. Nema. Pomozite nam da se izborimo protiv najezda terorizma koji ugrožava i vas i nas ovde. Da je se nekome drugom desila Srebrenica, 95. je voliko ljudi pobili. Niko se osvetio nije, niko nije ništa. I on nas svrstava tamo među teroriste. I tamo gde nije došao. Bjelosvetski hoštapleri koji kažu da Republika Srpska nije država. Nije, ona nije. Je država! Nije mi će kad biti. To, mile, to. Baš. Još koju vilu kupi u Beogradu i vidite Republika Srpska država. Imam u stanova u Rusiji. Ne da budemo predmet progona. A šta znači ocepljenje i proglašenje? To znači novi rat. A od toga nikad ustati neću da je Ukrajina pala za 5 dana, ako što je planirano sljedeća bi bila Bosna i Hercegovina. Ne samo u Bosnu i Hercegovini, nego na Zapadnom Balkanu desilo. Oekraïne heeft een nieuwe oorlog in Bosnië slechts uitgesteld, vrezen ze hier. En de lucifer die kruidvat Bosnië opnieuw kan laten ontploffen, ligt in handen van de man die wordt gezien als de beschermheer van de Serviërs en hun orthodoxe bloedbroeders. Putin je simbol slobode, znači mi lijepimo njega kao čuvara čovječanstva i čovjeka koji
čuva svijet i Europu od terorizma. Daj Putin. What has Putin ever done for you that you're putting his post up? Srbi su dali ogromnu žrtvu za stvaranje Republike Srpske i Putin to cijeni, poštuje i štiti nas da nam ne oduzmu ono za što smo ginuli. Ono što je uradio za Republiku Srpsku i za srpski narod, moje udruženje mu je zahvalno i mi na ovakav način izražavamo zahvalnost prema njemu. And who wants to occupy the Serbian people here in Bosnia? A mi smo okupirani već 30 i više godina. Mi smo pod zapadnom čizmom i direktno srpski narod je okupiran od strane zapadnih sila na čelu sa Evropskom unijom i Amerikom. I mi to trpimo i mi smo već se srodili sa tim, živimo, ali mislim da ćemo se osloboditi uz pomoć Boga i Rusije, brzo ćemo se osloboditi. Mi ovdje, odnosno vi, kad pravite intervju, čim ja nisam zadovoljan na stalnom insistiranju stranih medija muslimanskim žrtvama, a niko ne pominje srpske žrtve. Zato vas ovom prilikom želim da izvedem na groblje, da vidite da smo i mi imali žrtve pre Srebrenice, a da o tome svi ćute i da niko neće da priča. Naravno, bilo je zločina i mi to nikad ne negiramo, ali onaj... Genocid nije bio, genocid negiramo, genocid nije bio, ni ćemo ga priznati. Hier op de begraafplaats van de Republika Srpska liggen inderdaad wel Servische burgerslachtoffers, maar de meeste doden stierven voor of na de oorlog, of ze waren soldaten die omkwamen tijdens gevechten, zoals de graven zelf ook laten zien. Nijedan sudija iz Haškog suda nije došao da vidi ovo. Niti je to ko njima nekad pokazao, niti on želi da vide, niti da čuju. Ovo je istina. I understand that there are some war victims here as well. It's not legal, right, to deny the genocide. There's actually a law preventing you from this. I mean, what you are saying is a crime. Ja ne smatram da sam zločinac ako govorim istinu. Ja hoću da kažem istinu i genocid nije postojao i ako je postojao mora da bude krivac šta je uzrok postojanja genocida i ko je uzrok postojanja genocida. Nisu Srbi uzrok postojanja genocida ako je bio, a nije bio. Ali ako je bio, uzrok postojanja genocida je kriva međunarodna zajednica. But you are currently in court. Because you've been accused of denying genocide. Da, ja bi najviše volio kada bi me neko osudio zbog toga. Tad bi bio zadovoljan da sam pravu stvar radio, da sam se borio za dokazivanje istine. Ali istina je to da genocid nije bio. But so you are prepared to go to prison for that? Naravno. Ne preferiram, nego neka sud odluči. Ik vind het bijna niet te bevatten dat ze allemaal weer op dezelfde heuvels wonen. De ontkenners van de genocide, de daders, maar ook de overlevenden. Sadik Selimović werd tijdens de oorlog vastgehouden in een strafkamp waar hij notabene naartoe werd gestuurd door zijn eigen onderwijzer, de Serviër Momir Nikolic, die nu... na het uitzitten van zijn gevangenisstraf in Den Haag, gewoon weer is teruggekeerd naar zijn oude dorp. Hier voor de tafel, bratac. Evo ova bijela, evo vidiš, evo ova. Who lives there? Momira Nikolić. He was in The Hague? Da, on je priznao krivicu, on je u Hagu. On je mene i odvojio. Somebody's at home? Da. Ik wil Nikolic zelf spreken. Sadik wil die confrontatie niet aangaan en blijft achter. Dobrodan. Mi tražimo gospodina Nikolića. Momir Nikolić. Did you learn a little bit of Dutch? Hoe gaat het? Hoe gaat het? Ja.
Goed? Goed gaat. Gaat goed. Met jou? Met mij ook, ja. Okay. Ja. Do you like being back here? In... Ja, Pieter was heel welkom. Back in Bosnia? Сидел на седе, што сте назад ту? Што сте се вратили? Па, јас сам се давно, јас сам вратил при 8 години. Јас сам просто по суци. Нашел сам необрано грожди, нашел сам на месту ги јесам. Мислим, дајет Богом да сам знал, да сам био мало паметнија. Покпим, сидро, одејем, побегнем из ове града и то. Та врата. Ја не сам имал никакво проблем сам ушел. Nikad niko sa bošnjačke strane nije zavljeno, ja nisam išao ni napravljeno. Mislim, apsolutno, znači... Pa dobro, mislim, što se tiče tog zamiranja, oni kažu da ste vi odlučivali o tome ko živi i ko umire u jednom trenutku. Ko? Pa eto, svjedoci koji je jedan od vaših bivših učenika, isto tako. Da sam ja bio taj. Kaže da ste se nedavno sreli u samoposluzi. Ja i... Vjerovatno on zna bolje od me. Pa kaže da je, kad je bio ranjen u Bratuncu, da ste ga vidjeli, da ste onaj... Da ga niste pustili da ode sa ostalim ranjenicima, nego da je posle toga otišao prosljeđen u Batković. Ne želim stvarno, znači ne želim ni o čemu da pričam, ne želim bilo kakve stavove o bilo kojim pojavama, ne zanima me, apsolutno me ne zanima ništa. All right, hvala lepo. Doviđenja, prijatelj. Više dobro. Doviđenja, prijatelj. Doviđenja. Prijatelj. Doviđenja. Bravo. How do you feel about him? Ma ko da ne postoji. Osjećaj je vrlo neugodan, vrlo loš, vrlo u ustima nešto zastane, ali eto šta. Kijk. Prachtig. Dat zijn de tekeningen die je wilt. Hey, en die boom die haal je hier uit het bos gewoon? Ja, die haal ik gewoon uit het bosje. Acacia's, dat is net onkruid. Ja, en die kan ze gebruiken dus. En wat doet een Nederlander in Srebrenica? Leven. Mooier antwoord kan ik niet geven. Ja? Dat is wat ik doe, leven. Rust, geen stress in mijn hoofd. En uiteindelijk goed bezig zijn, denk ik, voor de medemens. In dit geval het meeste voor veteranen. Want jij bent zelf ook veteraan ja. van Dutchbat. Ja. Zo. Dat is nogal wat om dan naar Srebrenica te verhuizen. Ach, iedereen heeft zo'n stukje geschiedenis. Dus. Waarom voel je dat je hier beter tot rust kunt komen dan in Nederland? Ja, mijn beleving is het feit dat je hier juist zit. Als je dat ooit hebt meegemaakt, je zit in een trauma en je leeft ver weg daarvan, dan blijf je met je hoofd in die gedachte hangen van toen. Mm-hmm. Terwijl dat als je een keer teruggaat, dan zie je dus ook dat het leven ook in die periode, in die gebieden doorgaat. En ik denk dat dat juist het veel makkelijker maakt. Want er is hier nogal wat gebeurd. En, ja, we zaten hier niet in de Kalverstraat. We zaten niet in de Kalverstraat. We hebben het nou over het extreme dat je hier gaat wonen. Maar er zijn ook een hele hoop jongens die gewoon in Nederland wonen, werken. En die gewoon een keer terug willen. Een stukje herbeleving. Dus je bent een soort pleisterplaats geworden. Ja, en ik vang ze op. Laat ik het daar maar op houden. Ja. En jezelf ook een beetje? Ja, zo op z'n tijd. Ja? Ja, natuurlijk. Slaap je goed? Nee, ik moet echt op eigen kracht goed slapen. Dat is zeldzaam. Het gebeurt wel, maar het is echt heel zeldzaam. Het is meest, ik val wel zo in slaap over het algemeen, maar ik ben ook zo weer wakker. Soms een half uur al, een uurtje. En dan lig ik de rest van de nacht een beetje te draaien, te dromen en ja. Maar en is dat door herinneringen of is dat omdat je niet helemaal veilig voelt? Maar alles bij elkaar, maar het niet veilig voelen heeft ook met herinneringen te maken. Ja. Je bent gewoon heel alert, je kan niet zo goed tegen... Ja, het is onmacht, dat PTSS. Kun je goed tegen eenzaamheid eigenlijk? Ja, ik ben graag alleen, zeg maar. En ik ben hier op een moment gaan wonen. En waar loop ik tegenop? Het alleen zijn. Dat was het zwaarste ding, kan ik je vertellen. Ik zag dat je vanuit hier ook de compound ziet liggen. Ja, op sommige stukjes. Ja. Ja. Dat klinkt misschien raar,
Maar voor mij is de compound en het Memorial Center is voor mij gewoon een begraafplaats. Hè? Ik voel me eigenlijk nul schuldig aan. Ik heb gewoon mijn best gedaan om mensen goed te helpen. Dus als je die compound hier ziet liggen, dan heb je daar geen gevoelens bij? Ja, compound wel, maar de begraafplaats niet. Natuurlijk heb je je momenten. Natuurlijk als ik hier rijd, dan zie ik ook soms zie ik dingen wat toen gebeurd is, zeg maar. Het meest heftige moment in de hele uitzending is die loop geweest van de Brentje compound naar Potocari compound. Dat is de weg die we nu, over hier. Dat is de weg die we nu rijden. Dus ja, soms heb ik wel eens van die flashbacks van die tijd dat die weg helemaal vol staat met mensen en al die dingen. Ik zie soms foto's terug van die tijd en ik denk van, nou, oké. Maar dat zit. Het was te veel in een korte periode. Dus daar ben je helemaal niet mee bezig. Tu vi na desno, a ti mladić u lijevo. I ja sam ponavljala za njih, nemojte bogati, pa on je 81. godište, što, šta će vam on? Tussen 11 juli en 13 juli 1995 werd de grote hal gebruikt om 6000 vluchtelingen op te vangen. Op 13 juli leden van het Nederlandse bataljon opdracht gegeven aan alle vluchtelingen om die hal te verlaten en om naar de hoofduitgang, ingang van de compound van de VN te gaan. Maar jullie stonden dan gewoon hier en hebben een pad gemaakt? Nee, er was... Ik stond er ook niet bij, ik zat in die hal. En daar stonden de Serven? Die stonden overal. We waren gewoon flikken te vertellen. Wij konden alleen maar die Serven hier van het terrein afhouden, dat zit. Nee, dat snap ik wel. Behalve dat die mannen die hier door de poort naar buiten zijn gestuurd, die hebben natuurlijk allemaal niet overleefd. Dus dan denk je maar van... Dat weet je nu, 27 jaar later, maar dat wisten wij toen niet. Nee? Stond niet op mijn voorhoofd, hè? En daarnaast, we hadden niks erover te vertellen. De Serven hadden de regie in hand, niet wij. Nul. Wij moesten ook maar gewoon doen wat er gezegd wordt. This is shame for human people, for all world. Niko ih nije zaštitio, to je užas. Zaledile smo se gledajući tamo. Zaledila. Oni su bili tu da zaštiti, da pomognu, a ne da odmognu. Oni su bukvalno njih prepustili. Iako su oni bili zaštićeni, znali su da ne smiju Srbi na Holanđane. Trebali su da ih zaštiti, a nisu ih štitili. Bukvalno su ih predali u ruke neprijatelju Dželatu. Hoor jij wat ze zeiden? Dat wil ik ook niet horen, denk ik. Nee? Ze zeiden, het is beschamend wat de Nederlanders hebben gedaan. Ze hebben ons aan de Bosnische Serviërs overgeleverd. Het is dus iemand die niet het hele verhaal snapt. Iedereen gooit het elke keer over dat wij hier zaten en dat wij verantwoordelijk zijn voor hun. Zo werkt het hele spelletje niet. En ik ben er een beetje klaar mee met elke keer dat moeten uitleggen. Thank you.
Het voormalige hoofdkwartier van de Nederlandse VN-soldaten is nu een museum en gedenkplaats. Geen overbodige luxe in een regio waar deze genocide stelselmatig wordt ontkend. Ondanks de overvloed aan beelden uit die dagen. Ik laat me rondleiden door de directeur, zelf een overlever van de massamoord. There is a group of people at this memorial center retracing the steps of Death March from July 1995. You know, when we collected this, one of the things that I realized, this is civilian footwear. And even the fact that someone did have military footwear doesn't actually mean that they were not a civilian. It only means that they might have been a soldier, but that's it. But it sounds like you're still debating about what happened here. Well, part of the reason we're debating anything is that the Serbian society actually is having this debate with itself. When they want to deny genocide, they go on Serbian TV, TV with national frequency. One such program some time ago entertained Ratko Mladic phoning in from Scheveningen. From prison? Yes, in a morning show. Ima, oprostite, Ratko zove. Je, evo zove. Možete na speakerphone da sad? Može. Može, da čujemo. Hvala. Hvala. E, tato, u emisiji smo, hoćeš kratko nešto da kažeš. Ove, na televiziji smo, Pavel, Jelena i ja, kod evo. Marića. Ljubi vas, deda Ratko. E, hvala puno, generale. Naročno pozdravljam Rusiju. Govorit Rusija, Jelena. Ja ću pozdraviti u. Evo, Pavel te pozdravlja isto. I Dorohina mi pozdravi komunističku partiju sovjetskog. Rasijski federacija. General Mladić, još pozdravljam. General, privjet vam iz Moskve, iz Rusije. Serbia is helping create a certain toxic culture that reflects primarily on the Serbian political elites, that reflects primarily on the Serbian society. Mm. And the reason they do that is that they do not consider the owners of this here human beings. People here are still denying that. Yeah, of course. We have had, for instance, internal organs of a pig thrown at the entrance of the Srebrenica Memorial some years ago. To insult Muslims? Yes, of course. And that was on an Orthodox holiday. So essentially, that's the kind of environment where we have to operate. The reason I came here is with a question. Does all of this mean that we are back in the 90s, mean that war could come again to this place? If I wanted to cause a violence in this country, yeah. I would put 100 Wagner mercenaries on planes to Serbia, because that's where they can still land. Russians. Smuggle them across the border and attack anything, a village, whatever. Cause a reason. Mm-hmm. How it would go from there, I don't know. But this is a scenario that's completely unpreventable. So there we are. Back in the 90s, almost. It happened once. If something that was possible 30 years ago, you know, without structural reasons for it happening, ever being addressed, then it's certainly possible now. Het Servische deel van Bosnië voelt als een parallel universum, waarin oorlogsmisdadigers helden zijn en de keiharde leugen een alternatieve waarheid. En dat universum begint al op nog geen 2 uur vliegen van Amsterdam. Maar als je de onweerlegbare feiten van het verleden weigert te erkennen, hoe voorkom je dan dat ze zich een generatie later gewoon herhalen?